Goedemorgen, het is vrijdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag gaat Niels weer naar school. Dan heeft hij zijn eerste schoolweek achter de rug. Hij heeft nu een klein beetje moeite met het concept dat hij nog een keer naar school moet deze week. Maar het gaat goed komen. Ik heb zijn lunch en zijn fruit al klaar. Ik zal het even laten zien. Normaal maak ik er iets meer werk van, maar de boodschap gaat een beetje op. Ik moet zo de boodschappen doen, maar let niet op de gommel. Allereerst beker water en dan heb ik deze met fruit. Hier zit een banaan en een mandarijntje in. Meestal doe ik één stuk fruit en wat nootjes. En dan zo'n broodgommel. Twee boterhammen en we hadden nog een krentenbolletje over en wat snacktomaatjes. En ja, die moet je eigenlijk snijden, jongens. Volgens mij tot ze 5 jaar zijn. Alleen, hij weet dat hij er heel goed op moet kouwen. En het wordt gewoon natuurlijk niet lekker als je dat snijdt in dat bakje. Dus we moeten wel even over denken of ik dat dan in een apart bakje of zo moet doen. Maar goed, dat voor later. Voor nu gaan we het zo doen. Ochtends heeft hij yoghurt met fruit, cacao poeder en walnootjes, hele boterham. Ik ga een cracker maken. En op vrijdag mag hij wel het speelgoed mee, dus dat ga ik ook in zijn tas doen. En dan ga ik vandaag, ik hoop eigenlijk even naar Sat, het is echt verschrikkelijk weer, maar ik hoop dat ik naar Sat te kunnen voor een foute kersttrui. Want degene die volgende week een foute kersttrui feestje. En degene die ik heb, die is van dat ik zwanger was. Dus. En verder nog een aantal andere dingen. Daar is mijn kamer dan. Maar goed, ik neem jullie lekker mee dit weekend. Want morgen vieren wij Sinterklaas. Pakjesavond. Heel veel zin in. Oh jongens, we hebben de vriezer ontdooid. Wat een feest. Space. Ja, oh, wat een hoop. Nou, kijk wat we nou nu moeten doen. Hier is ook wel niks, hè. Nu zie ik nog dit. Die zakjes daar ook wel, dat zal maar hebben, hè? Ja, ook op de site hebben we ook al gekeken. Wat is dat voor groot huis? Wat is dat? Even kijken of ik die al heb. Ja, kijk maar even voor. Nee, heb je het al? Is dat een huis? Ik weet het niet hoor. Ja, die heb ik al. Ja? Ik heb net Niels opgehaald bij school. Dus we zijn hier, oh, een bankje. Daar kunnen ze lekker op zitten. Oh ja. Oh, het is verschrikkelijk weer, maar ik moet zo echt wel even tussen de pad. Ik ben even in de Primark en ik ga even de kersttrui passen. Dit is trouwens mijn outfit. Een leren legging van ASOS. Trui volgens mij van H&M of zo. Ja, H&M. Dus in deze trui moet ik allemaal passen. Ja, we gaan meemaken. Ik reageer dat ik een legging aan heb. Het ziet er een beetje gek uit, maar deze is een gezellig kerstman. Het is wel een XS, maar S hadden ze niet. Ja, dit kan op zich prima. Deze vind ik een beetje minder fout, zeg maar. Ja, ik bedoel, hij is fout, maar ik moet wel een beetje twijfelen dat die twee herten over mijn borst dartelen. Kan je dat niet kwijt? Twijfel. Ja, dit is hem toch, jongens. Zeg, versluiten mijn lampjes. Oké, rood is niet echt mijn kleur. Maar ja, als je het over foute kersttrui, is dit het toch? Ik ben nog naar de kinderafdeling gegaan. En daar hebben ze dezelfde trui, maar dan zonder de lampjes. Dat is misschien wel iets makkelijker in het onderhouden. Dus, ik heb nu maat 164 aan. En dan ga ik nu nog eventjes 170 proberen. Ja, 170 is goed. Ik ben natuurlijk ook 1,71 meter, dus dat zou moeten kunnen. Maar dit is hem. Dit gaat hem worden. Want ja, deze kan ik ook gewoon nog wassen. Ik weet niet of het met die lampjes gaat. Maar het is natuurlijk wel hysterisch. Maar dit is ook hysterisch, toch? Ik ben weer thuis. Het regende echt best wel, dus ik was
redelijk nat gegeven, dus ik heb lekker met mijn kat. En Elin was gisteren heel moe, dus die hebben we niet meer in bad gedaan. Dat doen we normaal altijd, twee keer in de week in bad. Maar dat hebben we nu niet gedaan, dus dat heb ik net gedaan. Maar Niels wilde ook, dus dat gezegd met z'n tweetjes in bad. En nu heb ik nog wat binnengekregen, ga het even openmaken. Deze jas, die ga ik morgen even passen. Dit is allemaal Black Friday nog. En ik ga denk ik alles even morgen passen. Maar ik had ook voor de kids volgens mij erin zitten. Of is het een andere doos? Ik heb ook een jurkje voor mij. En die ga ik zo even morgen passen. Deze ook. Ja, dat is natuurlijk een jurkje groot geworden. Dus dit is een jurkje voor Eli. Deze. Cute, ik vind die jurkjes van haar altijd heel fijn. Deze een beetje roze beige met rode hartjes. Deze ook voor mij. Dit ook voor mij. Oh ja, voor. Oké, Niels, dit ziet er heel erg hipster uit. Het is een soort joggingbroek spul, maar dan zak. Met patel. En nog een broek voor hem, omdat hij deze gewoon ongeveer ook al draagt. En dat is wat top bij Black Friday. Dus dat. Hartstikke idee. Ga ik morgen even passen. En nu gaan we zo eten. Dat is echt een nieuwe hobby, dat is dit apparaat. Dat is zo'n ontpiller, of ontpluizer noem ik het altijd, van Philips. Iedereen zweert geloof ik bij het apparaat. Ik had het nog nooit ontdekt, maar nu. Oh. Ik heb dus zeg maar Mittens, die wil nog wel eens de bank toetaken. En dat heb ik ze allemaal weggehaald. Omdat, oh man, ook helemaal gelukkig van. Als ik nu zeg maar zo die kant op kijk, denk ik echt, oh, de hemel. Dus ik ben helemaal in mijn noppies. En Elin ligt al op bed. We gaan Niels nu ook lekker voorlezen en dan gaat hij ook lekker slapen. Hij zit, ja, hij is altijd op, zeg maar, vlak voordat hij in bed moet, is hij zo heerlijk aan het spelen. Ja. Ja, kijk wie dat is. Wat een lief schikker. Hij is dus helemaal in zijn element. Kan ik intens van genieten. En hij heeft dus nu zijn eerste week school gehad. En ik kan je zeggen, hij kent dus gewoon de dagen van de week ineens. Nou, helemaal trots. Ze ging vandaag een liedje zingen met aan. Nou, dat is toch niet normaal in een week? Nou, ik vind het helemaal leuk. Maar goed, ik ga de beste jongen uit zijn element halen. En dan ga ik hem lekker voorlezen en hem yoghurt geven. Oh, dit eten we morgen. In de stroom. Het is echt een heel oud kookboek van mijn ouders. Het is echt, nou, dit hebben ze echt... Zolang ik ken, hebben ze dit. Het Blue Band kookboek. Jazeker. Soepen en saus. Maar dit hebben we echt... Zolang ik besta, hebben wij dit boek volgens mij. Maar en in principe elke Sinterklaas eten we minestrone soep. Maar niet uit. Maar goed. Dat was Veldman. Oh, dat was Veldman. Bleem Veldman. En natuurlijk nog goedemorgen. Het is zaterdag. En... Oh, niet scherp. Niels is al naar de sport met Eden en met Sven. Ik ga nu ook, maar ik moest even... We hebben een beetje uitgeslapen vandaag. Hè? Wat vervelend. Dus het was heerlijk. Alleen...
Daarna moesten we dus een beetje opschieten. Ik moet altijd even kijken welke. Even kijken welke jas Sven aan heeft. Want we hebben een soortzelfde jas. Dat is wel een beetje too much. Of zal ik misschien toch het warmers aan? Is het koud? Ik heb geen idee. Goed verhaal, Karin. Nou ja, weet je, het kwam erop neer dat we uitstapen hadden. En dus. En daarna gewoon lekker rustig de tijd namen, zoals we dat normaal ook doen. En toen dacht ik: opschieten. En ik moest mijn haar nog feunen. En ik was natuurlijk altijd op zaterdag mijn haar. En de kids aankleden. Tenminste, Niels hoef ik niet aan te kleden. Maar Elen aan te kleden. Die had nog een poeplaar en alles wat je te zat zullen. Dus ik was daar druk mee. En ik moest nog aankleden alles. Dus ik zei tegen Sven: als jij dan vast met de kids gaat, dan kan ik nu zeg maar zorgen dat zij helemaal klaar zijn. En dan regel jij dat jij klaar bent. En dan kom ik er zo wel aan. Dus dat hebben we gedaan. Dus nu ga ik er vandoor. Oh, sorry voor de darkness. Sleutels. Niet heel belangrijk. Dus nu ga ik er ook vandoor. En dan gaan we even lekker daarheen. En ja, we laten gewoon Elin ook meedoen. Want die vindt het een beetje mee. Die doet niet mee, maar die is wel gewoon daar lekker aan het spelen. En dat is prima. Ik zie dat mijn batterij bijna leeg is. Laat ik die even opladen. Dan weer naar binnen. Maar goed, ik neem jullie mee vandaag. Pakjesavond. Ik heb er zoveel zin in. Ik hoop dat ik niet vergeet een beetje te filmen. Echt. Echt zo leuk. Ik heb er zin in. Let even niet op de zooi achter mij en mijn joggingbroek. Maar het gaat even om het idee. Maar nou, deze jas vind ik niks. Ik vind hem dicht toe. Ik laat mijn bodybuild er. Volgende. Trouwens allemaal Black Friday van Zara, dus ik weet niet wat ze nog hebben. Maar dit jaar, ik weet nooit goed hoe ik dit moet stylen. Maar het idee vind ik steeds, als ik het bij anderen zie, heel leuk. Maar ja, ik denk dat je er dan gewoon hoge laarzen bij aandoet. Of zo, iets. Hij zit verder wel goed. Maar het is echt maar iets wat ik normaal... iets wat ik normaal niet aandoe, maar... Wat vinden jullie? I don't know. Oké, ik weet niet of jullie het zien, maar mijn borsten passen er niet in. Ik kan dit maar de rits hier dicht krijgen, maar hier niet meer, want mijn borsten zijn te groot. Terwijl ik dit idee wel heel leuk vond met die pofmouwtjes en zo. Maar dit kan niet, ik kan niet ademen. En deze vind ik dan dus echt mega cute, maar waarom is die zo kort? Ik bedoel, ik weet niet, maar hier zitten mijn billen. Terwijl ik vind hem van boven echt heel erg leuk. Dit zit helemaal goed, alles helemaal goed. Alleen hij is gewoon 5 centimeter te kort. Oh, dat vind ik echt jammer. Maar dit is ook niet, ja, dit vind ik echt jammer. Ik vind hem heel leuk. Helaas. Nee, er is echt een wonder gebeurd. Ik wil namelijk al 100 jaar een man jeans. Maar het is niet gemaakt voor mijn lichaam. Het past namelijk nooit. Het is zeg maar te strak bij mijn billen, te los bij mijn benen. Ik weet het al niet. Maar nu, ik heb gewoon een maat 36. Dit heet dan de Relaxed. Weet niet wat. Ik denk achter nog wat. Nou, dit is dan misschien Relaxed in plaats van Mom. Misschien is dat het eigenlijk Columbus. Goed. Ik laat hem even zien. Ik weet niet goed hoe ik dit moet stylen, maar ik vind het wel heel leuk. Moet ik het dan met zo'n opgerolde pijp doen of juist niet? Ik weet het niet, maar ik ga dit wel gewoon doen. Het is niet het meest charmante model voor je lichaam, maar ik vind het gewoon heel leuk om zoiets te hebben. Ik wil het al zo lang, maar ik heb er nog één. Ook slim slouchy, dat klinkt ook hoopvol. Dus het is dus geen mam. Hè? Het is dus geen mam. Ik dacht echt, ik heb eigenlijk een keer mom jeans aan. Maar dit is wel een beetje het effect wat ik zocht in de categorie mom jeans. Goed, ik ga deze ook even passen. Oké, jongens. Ik weet niet hoor. Maar dit is sowieso... Dus dit is dus weer niet spannend. Ik weet ook niet wat hier slouchy aan is. Dit kan niet hoor. Dit kan niet. Nou, ik kan het verder even laten zien hoe het zit. Kijk, die pijp... Vind ik dus wel heel leuk. Maar dan is dit dus weer vrezen. Ik vind die kont echt... Ik kan niet zien. De kont echt super lelijk. Nou, los van het feit dat hij niet dichtkomt. Maar deze pijp vind ik dus wel heel leuk.
iemand tips? Nou, voor mij gaat dus alles behalve die relaxfit broek terug. En ik ga nog even kijken hoe ik dat jurkje leuk zou kunnen stylen. En dan ga ik dat even aan Sven laten zien, kijken of hij dat ook leuk vindt. Dus ik ga even Pinteresten. En dan ga ik nog even via de kleer voor Niels en Eden. Sowieso dat jurkje voor Eden is goed en die broek voor Niels ook. Alleen ik twijfel nog even over deze broek, want ik weet gewoon niet hoe dit eruit ziet, hoe dit staat. Ik heb hier alvast het bedje neergelegd. Dat ga ik zo even klaarmaken voor mijn kleine neefje. En dan ga ik nu eerst nog eventjes verder in mijn boekje lezen. Niels en ik hebben net even het bedje voor mijn neefje neergezet. Dat zo grappig is. Het is gewoon nou, zoals elk kinderbedje is. Maar ik weet dat heel veel mensen er strijd mee hebben. Maar ik vind het echt zo simpel dat ik het gewoon niet begrijp. Want je klikt gewoon al die dingen omhoog tot ze vastklikken. Dan duw je dat midden naar beneden. En dan is het klaar. Ja, dan leg je je matrasje erop. Want echt matrasjes gaan weer niet omhoog. Maar ik in mijn hoofd, ik snap het gewoon niet. Ja, ik vind het heel onaardig misschien. Maar zo bedoel ik het niet, maar gewoon, ik vind het zo kinderlijk eenvoudig. We hebben dit echt in, nou, 2 minuten denk ik, als het niet 1 is. Bouwen we dit samen? Niels kan het ook met mij. Nou goed, ik bedoel het niet onaardig, het is meer dat ik het gewoon niet begrijp, maar ja. Ik zie altijd mensen hier enorm mee struggelen. Ik struggle wel met de langskomen. En nu ga ik even iets aantrekken, want ik loop nu gewoon in mijn jonghoek. Ik dacht aan een jurkje, Sven dacht ook aan een jurkje. Ik kan natuurlijk in de Sint-kleuren gaan. Het is misschien een beetje te wijd geworden, hè? Ik weet het allemaal niet meer, jongens. My body. Nou, ik doe wel iets roods aan voor de look. Ik ben voor dit jurkje gegaan en ik doe weer even mijn parfum op. Ik ga nu even kijken, want ik ben natuurlijk nu een week aan het gebruiken. Nou, ik gebruik het oprecht. Bijna elke dag heb ik het opgehad, dus kun je nagaan. Love it. Maar het is dus van Parfumado, voor wie mijn vorige vlog niet heeft gezien. Ik denk dat de kortingscode nogal geldig is, dus zal ik ik slik het in. Die zal ik nog wel even neerzetten. Maar dit is top. Kan je dus zelf een parfum kiezen en dat is dan voor 1 maand. Maar ik moet dus zeggen dat ik doe nu een week hiermee en ik heb echt nog heel veel over. Moet ik verder nog iets aan mijn lijf in mijn hoofd doen? Een klein beetje blush. Nooit veel blush, toch? Dan doe ik een beetje Bobbi Brown Shimmer Brick in Nectar op. En dat is het dan ook. Mijn broertje en zijn vriendin zijn iets later en gaan ook eerder weg. Dus ik weet niet helemaal hoe Sinterklaas dit allemaal gaat fixen, maar dat zien we wel weer. Het is wel fijn dat ze komen natuurlijk, maar het wordt allemaal wel een beetje meer een uitdaging voor de Sint, denk ik. Zo, ik ben klaar. Oh, wat is dit, jongens? Zit erin. Zitten er wel cadeautjes? Zitten er cadeautjes in? Oh. Ja. Van Sinterklaas staat hier. Oh. Wat is dit? Wat zit daar nou in? Wauw. Wat is dat? Wauw. Wow. Dankjewel. Wat is dat nou? Spelletje. Een spelletje? Hoe vond jij zie ik gisteren? Ik heb maar. Oranje. In welke maand werden de meeste Elfstedentochten op de schaats verreden? December, januari of februari? Februari, toch? Ja, dat is goed. Februari 8 keer tegen 6 keer in januari. Hier. Dat is goed. Ja. Pakjesavond is voorbij. Het was echt heel erg gezellig. Heel leuk. De Pieten hadden cadeautjes verstopt in huis en nog cadeautjes in de zak. En Niels heeft heel goed geholpen met zoeken. En het was echt een hele leuke avond. En
Ook ik ben verwend. Ik heb ook een cadeautje van Fokpiet gehad. Maar er komt nog een cadeautje voor mij aan, heb ik begrepen, met de postbode. Nee, het was een hele leuke avond. En daarna hebben we... Mijn broertje is natuurlijk net papa geworden, dus die ging wat eerder weg. Dus normaal doen we met de familie nog een spel, zeg maar, of met, tenminste met mijn gezin zeg maar, nog een spel. Maar mijn broertje ging natuurlijk vroeg naar huis, dus we hebben nu alleen met Sven en ik en mijn ouders nog een spel gespeeld. Dat is heel gezellig. Maar dan is dit keer zonder de cadeautjes. Dus we hebben lekker twee potjes Triviant gedaan. Dat was heel gezellig. En de laatste tijd wordt Eden steeds wakker. Ergens 's avonds voor, hij is gewoon boos in onze fles. Ze zitten steeds een beetje in dubio wat we daarmee moeten. Maar goed, we hebben er dus nu net wel weer een fles gegeven. Maar we weten dus niet zo goed of we daar nu een keer doorheen moeten. Aan de andere kant is ze wel echt heel mager, zeg maar. Dus het is niet zo dat ze het niet kan hebben. Dus voor haar is het niet zo goed. Ja, ze weet niet zo goed. Het is helemaal in de sas, nu alle mensen weer weg zijn. Maar nee, het was een hele geslaagde avond en leuke cadeautjes gehad. Ik heb een lekkere geurkaars gehad en een van Rituals en een navulling voor de handzeep. Ik krijg dus nog een cadeautje. Het schijnt een ring te zijn. Hele mooie ring. En ik heb een sjaal gehad. En een body scrub. En Niels heeft Lego gehad. Natuurlijk altijd Lego. En een spel wat hij in zijn eentje kan spelen. Dat is het spel van het jaar geworden. En hij heeft een Spider-Man pak gehad. Ik vond het heel lastig wat hij moest vragen voor Sinterklaas. Wat een beetje niet alleen maar Lego zou zijn. Dat hij dat natuurlijk al voor zijn verjaardag zelf heeft gekregen. En Elin heeft een kassa gehad. Een Old School Fisher Price kassa. En Smart Max heet volgens mij magnetische dieren. Ik zal het morgen even laten zien. Volgens mij zag je het al in het voorstukje. En ze heeft nog houten fruit gehad wat je kan snijden. Dus hartstikke leuk. Ik ben helemaal heel content. Ik ga me nu mijn make-up eraf halen. En dan gaan we nog even op de bank zitten. En Sven wil nog even Studio Sport zien. Ik weet niet hoe laat het is, maar ik ga wel zo lekker naar bed. En morgen willen we eigenlijk even naar loods 5. Tenminste, waarschijnlijk loods 5. Of we gaan hier in de buurt naar een keukenzaak. Maar we willen eigenlijk even naar loods 5. Dus, zie jullie morgen. Wij zitten in de auto. We gaan even naar loods 5 in Zaandam. Omdat ze daar ook keukens hebben. Even ter inspiratie. En ja, gewoon even rondkijken. Dus kijken hoe het gaat met Break It. Laat zien, het is echt heerlijk weer. Het regent, het waait. Dus dit is al een goeie. Ja. Hallo, mijn loods 5. Door het bos. Dit is waar we, ja, gaan we wel bankroet op. Maar er is maar één prullenbak. Echt waar? Ja. Oh. Dan kunnen we dan gourmetten? Ja. Oh. Deze keuken. We zijn eventjes bij de keukens aan het kijken. Deze car is echt de uitvinding van de eeuw. Niels is helemaal met zijn spel bezig. Hij is echt heel geoefend in, vind ik. Hij is nu bij nummer 12 al. En Eden heeft in principe alleen maar bekers nodig. Zo, lekker verse koekjes en donuts. Heerlijk. Lekker. Nou, dank je. Heeft u daar misschien ook een kopje thee bij? Ja, we hebben een kopje. Oh, ja. Au. Lekker. Mooie dankjewel. Proost. Oh, lekker. Dankjewel, schat. Speciaal voor jullie gemaakt. Dank u wel, meneer. Hartstikke lekker. Ajax! Ajax, ja!
Het is Sparta, maar dat maakt niet uit. Proeven? Ja, zeker. Deze was erg lekker. Nee. Hij moet hier. Kijk, hier. Hij moet hier. Nee, een van. Nee. Het is zo nieuw dat je helpt. Deze ook? Ja. Die moet daar. Ja, goed zo. Hoort erbij. Twee voor jou. Zo, nu. Oh, mag ik even een plakje? Wat zei je, Elin? Elin, wat zei je? Moet het, Niels? Nee, dat is het zelf. Een voetbal op de versie. Ah oh, ja. Het is beter als je gaat lekker naar bed. Het is al vrij laat, maar we aten vrij laat omdat de boodschappen laat kwamen. Ja, dat heb je soms. We zijn nu nog even lekker aan het spelen. Net even de spannende halve finale van Expeditie gekeken en nu ga ik lekker slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en ik zie jullie heel graag volgende week. Dan zijn we ons weer bij een nieuwe vlog. Misschien dat ik jullie woensdag al meeneem naar de keuken en badkamerzaak. Maar daar ga ik even over nadenken. Maar dan neem ik dat mee in de vlog van volgende week. Dus dan zie ik jullie heel graag. Ik heb geen idee wat we volgende week eens hebben. In ieder geval de tweede schoolweek van Niels. Dus de tasje staat er weer klaar. Maar lekker ook. Lekker. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag tot dan. Doei!